Een welgemeende welkomstgroet vanuit het Wembley Stadium. Waar straks het startsein zal klinken voor een interessant duel. En ook bij deze wedstrijd is het ons een groot genoegen om u van commentaar te mogen voorzien. Mijn naam is Sjoerd de Vos. En naast me zit collega Jeroen Guter. Dit is FC Basel tegen Rangers. Bedankt voor deze informatieve inleiding, Sjoerd. Het is nu tijd voor de aftrap. Romelu Lukaku is een van de beste spitsen ter wereld geworden. Een speler om op te letten deze wedstrijd. Hij is zo sterk, zo gevaarlijk. In de duels, ja, berensterk, niet af te stoppen bijna. En daardoor heel moeilijk in toom te houden voor elke defensie. Deze 11 spelers gaan het doen voor Rangers. Vandaag 4 verdedigers, 3 middenvelders en een 3-mans voorhoede. Kortom, een 4-3-3. Dus ja, een behoorlijk aanvallende formatie als je mij vraagt. En dat lijkt me goed nieuws voor de neutrale toeschouwer. De aftrap is genomen. We beginnen aan de eerste helft. Dat heeft hij uitstekend gezien. Al vroeg in het duel een overtreding. Misschien wel een gele kaart waard. Hij verslaat zijn tegenstander. Komt er een doelpunt aan? Wat een heerlijke redding van die doelman. Ah, een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Even voorbij de doelman. Hij schiet op doel. Ja, dan gaat hij niet op de doelman wachten. Hangen, hangen, deze doei. Dit is toch schrijnend om te zien. Hoe de verdediging totaal apathisch reageert. Het doel helemaal verlaten. Ja, die maakt iedereen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Ik denk dat hij niet gelijk met kaarten wil strooien en enkel een vrije trap toekent. Nog steeds aan de bal hier. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. De bal lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Koek, koek. Hij is hem voorbij. Er zit iemand tussen. Sterling. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goeie beslissing. Goeie lop richting die aanvaller. Lukaku. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Is alweer even aan de bal. Zonder bal wordt het lastig scoren. Het is nog vroeg in de wedstrijd. Gaat hij hem hier geel voor geven? Hij laat de tegenstander achter zich. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Echt heel handig gedaan.
Ja, mooie beweging. Raak! Ja hoor, een mooie. Nu staan ze opnieuw gelijk. Nou, dit is de goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen. Hè? Het begint allemaal bij die prachtige paas waarbij de bal precies op de goede plek terechtkomt. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Ze mogen ingooien. Yannick Gerhardt. Hij let goed op en onderschept die paas. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. En gassen langs de zijlijn. De medespelers in het midden gegeven. En met het hoofd schitterend doelpunt. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan krijgt die speler vreemd genoeg alle ruimte en tijd om zijn hoofd tegen de bal te zetten. Ja, dan is er voor de keeper geen beginnen meer aan. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Timo Baumgartel. Ömer Toprak. Yannick Gerhardt. Romelu Lukaku. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Hij is aan de bal gezet. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is nog een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En we hebben nu een stand van 3-1. Yannick Gerhardt. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Gestrand. En de tegenstander nu met het balbezit. Er ligt een counter op de loer. En hij komt eruit met de bal. Wright Phillips. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Lukaku is er goed langs. Bal retour aan Lukaku. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Er ligt ruimte voor de counter. Ze kunnen het nog afmaken. Kans om te scoren. Ja, die is goed te raak, zeg.
Een prachtige counter. Ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan wordt het fraai afgerond met een kopbal. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Lekkere steekpaas. En ze doen het toch een bijzondere koepel. Nee, elk koepel is meegenomen, toch? Ja, nou ja, goed, ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. De zoveelste aftrap na een doelpunt. 5-2. En nu snel schakelen voor de counter. En die bal vliegt binnen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een score zeg, 6-2. Saai is het niet. Hij rukt verderop. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goede beslissing. Hij werkt de bal weg. De bal komt voor het doel. De doelman zit er goed bij. Oh, dat is niet makkelijk hoor. Van zo dichtbij. Wat een snelle reactie. Flitsend. In het midden van de 16. De bal van Sterling. Ja, naar een tegenstander. Kans hier. Hij geeft een strafschop. Een strafschop. Maar krijgt die speler dan geen geel of rood? Zo te zien spaart de scheidsrechter. Nou, daar mag hij hem dan wel dankbaar voor zijn. Hij zit erin. Strafschop benut. Zag dat er vreemd uitziet. Hij had de bal te makkelijk kunnen. Hij kwam bijna recht op hem af. Misschien zat er een vuiltje in zijn ogen. 9 doelpunten in het duel. 6-3. Koekoek. Niet goed gedekt. Hij is de tegenstander kwijt. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Sterling. Lukaku hier. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd. Zo'n trucje. Zeker als het lukt. Stevig getackled, maar voordeel gegeven. Juist. Ik vind het een prima beslissing. Alle ruimte op de flank. Hij legt hem bij de tweede paal. Niet te stoppen vandaag. Een hat-trick. Dit is natuurlijk een prima uitgespeeld doelpunt. Het begint met die knappe bal voor, maar dan zijn we er nog niet. Hè? De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geeft hem eigenlijk geen centimeter ruimte, maar die man is zo sterk als een beer en weet de bal dan toch nog in het doel te toveren. Bijzonder mooi. De scheidsrechter lette goed op. Er stond een fractie buitenspel. Plusje voor de scheidsrechter. Bal naar de andere partij. Yannick Gerhardt.
Beter paast onder schep. Goed opgelet. Blijft goed aan de bal. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Kan er zomaar in. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Zo zeg. Deze keeper zal wel wat problemen hebben om vanavond in slaap te vallen. Want deze aanvallen maakt hem het leven zo ongelooflijk zuur. Hij heeft al een paar keer gescoord en ik denk eigenlijk dat hij daarmee ook de... We trappen af voor de tweede helft. Als we terugkijken op de eerste helft, dan was maar één team de baas. In het midden van de 16. Paas wordt eruit gehaald. Nog steeds met de bal aan de voet. Raakt de doelman en daarna de paal. Dat die bal er niet in ging. Wat een heerlijke actie van die keeper. Romelu Lukaku. En het ruimte op de vleugel. Helaas, een veelbelovende aanval komt toch ten einde. Wat gaat hij hiermee doen? Raheem Sterling. Pas van Sterling komt niet aan. Hij pakt de bal en begint aan de uitbraak. Nu dan misschien. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Romelu Lukaku. Nu snel eruit komen. En hier geeft de scheidsrechter de voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Het ziet er veelbelovend uit. Wat een geweldige verdedigende actie. Alle ruimte voor een dribbel. Ja, kans! Hij zit erin. Met het hoofd. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Hij probeert hem bij zich te houden. Sterling. Lukaku hier. Sterke tackle. Pakt de bal af. Kunnen ze dit snel uitspelen? Dat wordt sprinten voor die verdedigers. En dan toch klem vast die bal. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Romelu Lukaku. Yannick Gerhardt. Veel ruimte op de flank. Ja, jammer. De tegenstander zit mis.
Lukaku. Goed afgeschermd de bal. Hier zit muziek in. Oké, het doelpunt, maar het zet nog geen zoden aan de dijk. Wat een doelpunt, de Verstijn. We hebben niks te klagen. Zet verder door. Schiet kans. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Tactische steekpaas van Raheem Sterling. En het gevaar is geweken. Nou, knap gedaan hoor. Nou, dit is een redding van de hoogste kwaliteit. Van zo dichtbij, ja. Schitterend. Die is raak. Goal van Lukaku. Wat is die man toch moeilijk van scoren af te houden. Dat blijkt hier maar weer eens. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau. De bal komt perfect terecht. En dan voortreffelijk met het hoofd afgewerkt. En we gaan weer eens aftrappen. Het is een waar doelpunt te verstijden deze wedstrijd. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. En die bal gaat heel mooi laag het doel in. Altijd moeilijk voor een keeper. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Daar is hulp voor de aanvaller. Knallen maar. Een geweldige redding voor de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Oh, de bal tegen de arm. De scheidsrechter fluit voor Hens. Ja, opzettelijke Hensbal. Goed gezien. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Ruim baan op de vleugel. Romelu Lukaku. Wat een snoek daar, zeg. Geweldige redding van deze keeper. Er wordt een speler vervangen. In het midden van de 16. Ze krijgen die bal maar niet weg. Ruimte voor de counter. Ach, en dat scoort zo lekker. In dat lege doel. Zonder doelman onder de lat. Natuurlijk. Hij schiet hem in het open doel. Een 100% kans die hij vanzelfsprekend niet onbenut laat. Wat denk je? Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Hij had vandaag beter thuis kunnen blijven. Wat een doelpunt, de Verstijn. We hebben niks te klagen. Yannick Gerhard. Romelu Lukaku. Lukaku hier. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. En Lukaku met de open kans. Oh, Brunswick.
Dat balletje kan de keeper makkelijk pakken natuurlijk. Ja, dat... Keepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Daar is het schot. Ja, die is wel. Maar ja, dit doelpunt gaat ze natuurlijk niet redden. Ja, ja, het duel is natuurlijk al lang verloren. Maar toch nog een beetje genoegdoening dat ze een goaltje meepikken. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zo is er meteen afgestraft. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Oh nee, het is buitenspel. Zonde zeg van die kans, want er ging er wel lekker in. Hij schiet. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hoekschop wordt voorgegeven. En die kopbal gaat net over de lat. Ja, best een aardige poging, maar je moet beter naar de grond koppen. Vijf minuten op de klok nog. Sterling. Doorgebroken met de bal. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een schrale troost voor de supporters. Ja. Nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Yannick Gerhard. Bal bij Lewandowski. Lewandowski. Ze profiteren van deze pass. Zou weliswaar kunnen worden. En hij raakt hem hard. Ongenadig hard. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaker. Hè? Dat gaat dan ten koste van de precisie. Er komen 4 minuten extra speeltijd bij. En de zoveelste corner. Laten we nog eens naar het doelpunt kijken. Dit is een fraai staaltje traptechniek. Met veel beheersing. En tegelijkertijd toch hard in de rechterhoek. Mooi laag binnengeschoten. Uitstekend. Hij weet het schot tegen te houden. Opletten, keeper. Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. En dit is een makkie. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Waar was de doelman heen? Onzichtbaar geworden. Raak. Als de doelbal niet in zijn doel staat, is het makkelijk scoren. Ja, voor open doel. Dan is het voor iedereen een eindje om te scoren. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Yannick Gerhard. Dat is het laatste fluitje. Ze winnen in eigen stadion. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band en maakte daarmee natuurlijk het verschil tussen de twee ploegen.